Hoi, leuk dat je kijkt en welkom op onze zesde vlog alweer. Inmiddels zijn de rammen geslacht en hebben wij het vel bewaard samen met de vacht. Ik wil gaan kijken of ik de huid kan gaan looien, zodat we mooi de vachtjes kunnen behouden. Want ze hebben zo'n mooie vacht dat ik het eigenlijk zonde vind om het zo weg te gooien. Dus dat is er afgelopen week gebeurd. Ons ander konijn staat eigenlijk op het punt om te bevallen. Dat kan één deze dagen gebeuren. Dus hopen dat dit nestje met de babykonijntjes goed gaat. Ik loop nu langs ook langs een stuk grond van ons. Er is jarenlang niks mee gedaan. Eigenlijk is het een bijten. Wat inhoudt dat je in je dieren kan zetten. Maar zoals jullie kunnen zien is het helemaal vol gegroeid met bomen, oud hekwerk. Dus ook dat willen wij deze zomer gaan aanpakken. En in de hoop dat we van de herfst geitjes kunnen gaan nemen. Geiten die staan bekend dat ze ontzettend veel eten. Eigenlijk alles. Dus dan kunnen hun het mooi kort houden hier ook. En zouden we ook willen gaan proberen om geiten te gaan melken. Voor onze eigen melkproductie te hebben. Dat we ons eigen gezin kunnen voorzien van melk. Want ja, een koe is toch nog wel een dingetje. Dus denken we dat we beter met de geiten kunnen beginnen. En ja, zoals gezegd eten die natuurlijk alles op. Verder gaan wij zometeen een ritje van 1,5 uur houden. Gaan wij broedeieren ophalen van het kippenras Plowmont Rock. Dus dat is erg spannend. We hebben er 22 besteld. Dus nemen we jullie mee in een mooi ritje. Van 1,5 uur op weg naar de eieren. Ja, zoals jullie ook kunnen zien schommelt het hier met het weer. Zo hebben we een ontzettend mooie lentedag. En nou is het weer een beetje wit. We zijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Maar ja, je kan het niet bestellen wat je krijgt. Omdat de rammen nu weg zijn, hebben wij het voorstuk bij het huis vrij. We hebben daar bomen gezaagd. Die zijn weg. Het rode huisje wat daar beneden staat, dat gaan we ombouwen tot een kippenhok en we gaan daar moestuinbakken maken. Dus zoals jullie zien is er genoeg werk te doen. En zijn we voorlopig nog wel even bezig. In Noorwegen altijd erg leuk om erheen te rijden. Je ziet gewoon de rotswanden, grof, niet getegeld of strak gemaakt, gewoon puur natuur. En dat vinden wij heel leuk om te zien. Op dit moment rijden wij achter een volgauto aan. Ze zijn aan het werk in de tunnel. Dus hij leidt de ene kant en dan de andere kant. Door de tunnel heen.
wasmachine in de badkamer gezet. Hier hebben wij vloerverwarming waardoor de temperatuur constant is. Anders dan heeft de broedmachine moet dan te veel moeite doen om hem op één temperatuur te houden. Waardoor de kans dus minder is dat de eieren allemaal uitkomen. We hebben hem gisteravond aangezet. Hij is nu op temperatuur 37,5. En de vochtigheid zit rond de 50%. Dat is goed. De eieren die hebben na 17 uur gerust na de vervoersreis. Dus we kunnen ze er nu inleggen. Wat we gaan doen, we moeten eerst even pijlen controleren of hij goed draait. Want we hebben een automatische eierdraaier. Dus dat gaan we nou eerst even controleren. Dus jullie kunnen zien, draait hij automatisch. En staat alles op zijn plek. Dus dat gaat allemaal goed. En hier zien jullie dus de temperatuur en de vochtigheid. En hier aan de buitenkant hebben we een ingang. Daar kunnen we de water bij vullen. En 3 dagen voordat ze uitkomen, dan moeten we het andere vakje ook bijvullen, zodat de vochtigheid naar 70% gaat. Nou, gaan we ze erin leggen. Nou. Daar gaan onze eerste eieren. We moeten ze met de punt naar het midden leggen. Ze nog ongeveer 24 uur als de kuikens uitgekomen zijn, blijven ze in de broedmachine zodat ze helemaal goed opgedroogd zijn. Ze hebben extra voedingsstoffen meegekregen uit het ei zelf, dus ze kunnen goed 24 uur zonder eten of drinken. Dus als het goed is, hebben wij paaskuikentjes, want over 3 weken is het Pasen. Hoe leuk, toch? Ja. Ja. Zoals ik heb aangegeven in het filmpje, hebben wij de schapenhuiden bewaard om te gaan looien. Dit kan misschien als naar ervaren worden. Het vel, daar zit nog vlees aan wat we gaan verwijderen. En de vacht, dat zit nog wat onder het bloed. Mocht je denken van nou, dat wil ik toch niet zien, dan raad ik je aan eigenlijk om hierna te stoppen met dit filmpje. Het zijn helemaal, tenminste wij vinden het geen schokkende beelden. Wij vinden het heel fijn dat wij de vacht kunnen gaan bewaren. Dat wij gewoon alles van het dier gebruiken. Het is voor mij ook een leerproces. Het hele looien van de huid. Dus ik heb er niet heel veel kennis van. En aldoende in het filmpje zien we hoe het resultaat gaat worden. Nogmaals, als je denkt van nou dat vind ik toch eigenlijk iets te. Dan raad ik je aan om nu te stoppen. En anders kan je lekker meekijken hoe ik dat ga uitzoeken en ondervinden hoe ik de vacht het mooiste kan krijgen. Zoals jullie kunnen zien heb ik er nu een vorm in gesneden. Ik heb al het vieze wol eraf gesneden wat we gewoon niet meer schoon krijgen. En nu gaan we dus beginnen om vlees en het vet eraf te halen. Zodat we dan daarna kunnen zouten. We moeten het wel voorzichtig doen, zodat we niet de huid insnijden. Dat zou zonde zijn. Het is vrij taai eigenlijk.
is moeilijk het, om het te verwijderen, eraf te trekken. Maar goede hoop als we zo meteen het zouten, dat het dan helemaal droog is geworden, dat we het dan zo de restanten kunnen verwijderen. Wat ben jij aan het doen, Lotte? Ik ben een stukje vlees eraf te halen. Want het is moeilijk om te trekken. Het is een bakje in. Stug, hè? Ja, het is een bakje in met en dan probeer je dat zo los te krijgen. Maar je moet zorgen dat je er niet in gaat en dat er dit nog gebeurt. Dan gaat het huid stuk. De vacht heeft na een paar dagen in het zout gelegen. Gewoon keukenzout overheen gestrooid. Dus dat gaan we nu eraf halen. En gaan we kijken of we de restanten van het vlees en van het vlies eraf kunnen krijgen. Zodat we daarna het kunnen gaan insmeren met eidooiers en een oliemengsel. En dan kunnen we de vacht gaan wassen. Dus we gaan eens even kijken hoe dat geworden is. Het is de eerste keer ook dat ik dit doe, dus ik weet niet precies hoe het eruit komt te zien. Wel een hoop op YouTube opgezocht en op het net, maar ja, de werkelijkheid is toch altijd anders. Het heeft een hoop vocht opgenomen met zout. Van al het vlees en het vlies verder. Wat we nu gaan doen is de eidooiers mengen met wat olie. En daar gaan we de huid mee insmeren. En dan moeten we zorgen dat het overal goed overheen gaat. En dan moeten we dat eventjes laten rusten
daarna kunnen we de vacht weer gaan wassen. En dan gaan we het eigeel eraf halen. Het eigeel dat breekt af bepaalde stoffen in de huid. Waardoor het dus leer gaat worden. We gaan het nu insmeren. Dubbel. En dan blijft die zo even rusten. Het is dan het einde van ons vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat er afgelopen week bij ons gebeurd is. Mocht je nog niet geabonneerd hebben op ons kanaal, dan kan je dat nog doen door op het belletje te klikken. En de beste manier om ons te helpen is om ons YouTube kanaal te delen op social media. Tot de volgende keer. Have a good day.